Ja, hij is de beste vrienden met Jaco Gardner, met wie hij samen de muziek van Syd Barrett ontdekte. En samen maakten ze muziek als het duo The Skywalkers, tot ze een tijdje geleden hun eigen weg gingen. Jaco Gardner onder zijn eigen naam en hij met de band Earth Mark II. Hugo. Hi. Syd Barrett. Ja? Voor die, ja, ik weet precies wie het is, maar ik ben dan ook inderdaad van die tijd. Iets daarna, maar goed, ik weet het. De jongste kijkers weten het zeker niet. Wie was Syd Barrett? De belangrijkste muzikant van ooit. Juist, precies, van ooit. Ja. Verder, ja, de grootste vernieuwer van de psychedelische muziek. Eind jaren 60 en begin jaren 70 nogal met een paar hele goede soloplaten. En de grondlegger van Pink Floyd, hè? Ja, absoluut. Laten we dat niet vergeten, want die band kent natuurlijk iedereen. Even een heel klein stukje Skywalkers. Het is slecht beeld, maar zat jij met Jaco nog in één beentje, ergens in een keldertje gefilmd. Even, dan hebben we een idee. Alright. Okay. Nu speel je in het voorprogramma van hem. Ja, klopt, af en toe. Ja. En jullie blijven lekker bij elkaar in de buurt. Hij is hier ook. Welkom. De meester kijkt toe. Als je hem de meester vindt. Wat gaan jullie spelen? Wij gaan Together spelen. Together!